Een heel goede avond, welkom. Overmorgen, maandag 4 mei is dat, dan gaan een pak bedrijven weer open. En worden ook een aantal maatregelen rond daguitstapjes en sporten versoepeld. Tot nu toe kon je enkel wandelen of lopen, maar vanaf maandag mag je ook weer tennissen of golfen bijvoorbeeld. Maar hoe ver mag u zich verplaatsen om naar de tennisclub te gaan? En mag u dat dan doen met de auto? Ja, er mag vanaf maandag weer het een en ander wat buitenactiviteiten betreft. En voor de verplaatsingen naartoe mag je zelfs de wagen gebruiken. Dus het is toegestaan om je wagen te nemen om naar de visput te gaan of naar de gebruikelijke tennisclub te gaan of bijvoorbeeld om een wandeling te gaan maken in een park wat nabijgelegen is. Maar op sociale media circuleren al vele berichtjes van mensen die toch uitzonderingen op de regel zoeken. Uiteraard om de eigen situatie nog te verbeteren. Iemand die aan de kust woont mag vanaf maandag gaan kitesurfen, maar daarvoor speciaal naar zee rijden is zeker niet de bedoeling. We moeten toch proberen om onze verplaatsingen te beperken. We weten dat het virus nog altijd aanwezig is. Dus de algemene regel blijft: beperk u tot enkel essentiële verplaatsingen. En ook voor die fysieke activiteiten, hou het beperkt. Het is absoluut niet de bedoeling om heel het land te gaan rondrijden om die activiteit te gaan uitvoeren. Kajakken in een riviertje in de buurt van je woonplaats mag dus, maar naar de Ardennen rijden is nog altijd verboden. Ouders die in deze coronacrisis moeite hebben om werk en de zorg voor kinderen te combineren, kunnen een aanvraag doen om extra ouderschapsverlof te krijgen. Daarover is zo pas een akkoord bereikt in de superkern, waarin alle partijen zitten die de volmachte regering van premier Wilmès steunen. Ook voor pleegouders trouwens is een regeling uitgewerkt. En daar is pleegouder en N-VA-volksvertegenwoordiger Lorin Parijs erg blij mee. Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee, want de praktische situatie van pleegouders of van ouders die verschilt erg weinig van elkaar en zeker niet in coronatijden, wanneer pleegkinderen de hele tijd bij de pleegouders zijn vaak. En dus wij zijn heel blij met dit akkoord, we hebben er ook hard aan getrokken om ervoor te zorgen dat pleegouders mee opgenomen worden in de regeling voor het corona-ouderschapsverlof. De coronacrisis is ook een economische crisis. Een pak meer mensen dreigt in de armoede te belanden. De voorbije maand is het aantal aanvragen voor financiële hulp bij het Gentse OCMW gestegen met zo'n 80% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. En het zijn vooral mensen met een job die hulp vragen. Het zijn vooral mensen die nog nooit zijn komen aankloppen bij het OCMW. Dat is een zeer diverse groep. Het gaat vooral ook over hardwerkende mensen. Mensen die jobs combineren, flexijobbers, mensen die in de horeca werken en eigenlijk langs de verkeerde kant van de barrière vallen en zo dreigen in de armoede terecht te komen. Dus dat is echt wel meer dan een alarmsignaal. Ja. Ik heb ook de coronacijfers van de dag mee, uiteraard. 128 nieuwe ziekenhuisopnames voor mensen met COVID-19 zijn ons gemeld. Dat brengt het totale aantal besmette patiënten in Belgische ziekenhuizen op 3.111, van wie 689 mensen intensieve verzorging nodig hebben. Er zijn 82 nieuwe overlijdens, 33 in de ziekenhuizen en 49 in de woonzorgcentra. Sinds het begin van de coronacrisis zijn nu al 7.765 landgenoten overleden die besmet waren met het virus. Ja, over de ziekenhuizen gesproken, vanaf maandag hernemen die stilaan hun normale activiteiten, al zal dat zeer geleidelijk gaan. Bij een opname in het ziekenhuis zal elke patiënt eerst gescreend worden op COVID-19. Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen wil die patiënten zelfs zoveel mogelijk thuis al testen voor ze opgenomen worden dus. Ik ga de spatel inbrengen. Ben je klaar? Ja. Een verpleegkundige komt langs bij de Nie in Kontig. Maandag wordt hij opgenomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen en vandaag al wordt hij getest op COVID-19. Dus wij gaan allemaal eigenlijk al die mensen bezoeken thuis, zodat ze ook niet naar het ziekenhuis moeten komen. En dan nemen we overal eigenlijk die stalen correct af en die brengen wij dan naar het UZ. Die worden daar gecontroleerd en worden de mensen wel of niet verwittigd of ze wel of niet positief testen op het virus.
Als Denis onverwacht toch positief zou testen op COVID-19, gaat de opname maandag niet door. De screenings zijn er voorlopig alleen voor wie wordt opgenomen 1 of meerdere dagen. We weten of de patiënt al dan niet besmet is. En dat gaat ook heel de flow nadien ook bepalen. In zaken bijvoorbeeld het gebruik van beschermingsmateriaal. En natuurlijk ook gaan we de patiënt onmiddellijk in het juiste traject kunnen sturen. En gaan we de duur van het verblijf in het ziekenhuis ook kunnen verminderen. In Spanje verloopt de versoepeling van de strenge quarantaine veel geleidelijker dan bij ons. Inwoners mogen er opnieuw buiten komen om te fietsen, te joggen of om een andere sport te beoefenen. Als dat tenminste gebeurt in de omgeving van de woning en alleen 's ochtends en 's avonds. Een verdere afbouw van de coronamaatregelen, zoals het heropenen van scholen en de horeca, is nog niet aan de orde daar. Spanje is een van de landen die het zwaarst getroffen werden door de coronapandemie. De Spanjaarden genieten alvast van de eerste versoepeling. Sí, felices, nos sentimos libres. Es básico. Sí, es básico hacer deporte. Para la salud y el estado de ánimo es básico que permitan a la gente hacer deporte. Van alle landen die in maart in lockdown gingen, staat Denemarken zowat het verst in het versoepelen van de maatregelen. Niet alleen zijn de scholen daar weer open, ook beroepen waarbij fysiek contact komt kijken, zoals kapsalons, zijn weer toegelaten. En die versoepeling heeft niet geleid tot een heropflakkering van het virus. Were you happy to reopen again? Yeah, we were. There were many customers that were waiting for us to open the salon again. And it's good to be back. En na wekenlange geruchten over ziekte of overlijden van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft de staatstelevisie in Pyongyang beelden getoond waarop Kim te zien is tijdens de opening van een fabriek. Daaruit zou moeten blijken dat hij in goede gezondheid is en er van politieke instabiliteit in het land geen sprake is. In de Verenigde Staten zijn nu al bijna 66.000 mensen overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn verwachtingen dan ook bijgesteld. Waar hij vorige week nog sprak over een maximum van 60.000 tot 70.000 sterfgevallen als gevolg van COVID-19, zei hij nu op een bijeenkomst in het Witte Huis dat hij hoopt op minder dan 100.000 doden. People were thinking in terms of 1.5 million lives lost to 2.2 without the mitigation. And hopefully we're going to come in below that 100.000 lives lost, which is a horrible number nevertheless. It's a horrible thing. It could have been stopped. It should have been stopped at the source. But it wasn't. En is dit u al opgevallen? Ja, we kunnen de vogeltjes weer horen fluiten. Uiteraard is dat een gevolg van corona. Een aanrader. Ik stel voor dat u de test even gaat doen buiten en op tijd weer binnenkomt voor het Journaal van 7 uur met Hanne de Kouteren.